Uit mijn onderzoek naar patiëntveiligheid blijkt dat het leiderschap van de hoofdverpleegkundige een belangrijke invloed heeft. Meer specifiek heb ik aangetoond dat als de hoofdverpleegkundige zegt dat veiligheid belangrijk is en dat ook tot uiting laat komen in zijn acties, er meer patiëntveiligheid is. Het onderzoek gaat over patiëntveiligheid en patiëntveiligheid is natuurlijk een heel belangrijk topic. Enkel en alleen in de VS sterven al jaarlijks 100.000 mensen door een gebrek aan patiëntveiligheid. Daarboven kost het de ziekteverzekering ook heel veel geld, omdat mensen die op een onveilige manier behandeld zijn, moeten langer in het ziekenhuis blijven. En een voorgaand onderzoek is eigenlijk aangetoond dat patiëntveiligheid voornamelijk gedreven wordt door twee grote determinanten. Een eerste determinant is het strikt opvolgen van regels. Er is aangetoond dat als men strikt de regels opvolgt, dat er meer patiëntveiligheid is. Een tweede grote determinant is dat als fouten bespreekbaar worden gemaakt in het team van verpleegkundigen, dat men daaruit dan kan leren en dat er op die manier ook meer patiëntveiligheid is. Het opvallende is dat die twee heel tegen, of redelijk tegengesteld zijn aan elkaar. Ze zijn als het ware tegenstrijdig en niet met elkaar te verenigen. In onze studie hebben wij aangetoond dat het leiderschapsgedrag van de verpleegkundige deze twee determinanten tegelijkertijd kan aansturen. Meer specifiek hebben we gevonden dat als de verpleegkundige zegt dat patiëntveiligheid belangrijk is en dat ook effectief aanton in zijn handelingen, dan zullen de verpleegkundigen de regels beter opvolgen. Ten eerste. En anderzijds zullen de verpleegkundigen ook meer bereid zijn om hun fouten bespreekbaar te maken en om op die manier meer te leren omtrent patiëntveiligheid. Beide leiden dan ook tot meer patiëntveiligheid. Dus wat we eigenlijk zien in ziekenhuizen, is dat ziekenhuizen heel veel aandacht besteden de laatste jaren aan informatiesystemen om fouten te gaan rapporteren. Heel veel ziekenhuizen hebben nu IT-informatiesystemen die verpleegkundigen moeten gebruiken om hun fouten te rapporteren. En op die manier hebben ziekenhuizen natuurlijk een beter overzicht omtrent welke fout is gebeurd en uh, wanneer. En kan men op die manier daaruit leren. Dat is het po de positieve kant van het verhaal. Um, de minder positieve kant van het verhaal is dat die informatiesystemen niet alles gaan oplossen. Het is geen oplossing voor verpleegkundigen die uh, bang zijn om te rapporteren. Uh, met andere woorden, het, het informatiesysteem is op zich niet voldoende. Ons onderzoek toont aan dat ziekenhuizen meer tijd en middelen moeten investeren in leiderschapsontwikkeling. Ze moeten de hoofdverpleegkundigen ervan bewust maken dat de link tussen hun woorden en daden een heel belangrijke drijver is naar meer patiëntveiligheid. Het voordeel van ons onderzoek is dat het een heel intuïtief leiderschapsconcept is. Namelijk, de link tussen woorden en daden is, is relatief eenvoudig te implementeren. En voor de ziekenhuizen zelf is er nog een bijkomend voordeel in die zin dat leiderschapsontwikkeling helemaal niet zo duur is. Of althans, veel minder duur dan de uh, dure informatiesystemen die zijn aangekocht de laatste jaren. En daar wringt nu misschien uh, wel het schoentje, omdat de aandacht die ziekenhuizen besteden aan patiëntveiligheid wordt vaak afgemeten in de euro's die besteed worden aan allerhande initiatieven, zoals Um, Informatievoorziening, uh, zoals ook IT-systemen en zoals leiderschapsontwikkeling. Een belangrijke boodschap is dan misschien ook dat um, de aandacht voor patiëntveiligheid minder moet afgemeten worden in euro's.